op visite in Terheide, Brabantse plaats. Mm-hmm. Hoeveel inwoners? Poeh. Inwoners? Niet zo heel groot, hè? Jeetje, je begint meteen met een moeilijke vraag. Ja, het wordt een soort examen. Oh, erg? Ik weet het niet. Nee, maar in ieder geval niet zo groot als Breda, hè? Nee. Woon je hier al lang, Patricia? Wij wonen hier nu 12 jaar. En ik ben hier naartoe gekomen. 13, sorry. Oh. Bijna 13. We ronden het dan op 13, ja. Ik ben hier naartoe gekomen om met je te praten over onder andere het innerlijke kind. Want daar heb jij je in verdiept. Ja. Kun jij iets vertellen over jouw spirituele zoektocht? Wat was het eerste boek of het eerste filmpje wat je zag? Je dacht, wauw, daar wil ik meer van weten. Het eerste filmpje of het eerste boek? Eigenlijk waar ik mijn zoektocht eigenlijk door ben begonnen, zijn eigenlijk de paarden, zit ik me nu te bedenken. Toen hadden we net een vouwwagen gekocht. En toen zijn we hier 3 kilometer verderop op een campingje gaan staan om hem uit te proberen. Ja. En toen stonden we naast de paarden. En ik had eigenlijk helemaal niks met paarden. Maar ik werd 's ochtends wakker en ik stap die tent uit en ik sta daar zo te kijken zo. En dat paard kijkt mij aan en ik kijk hem aan. En dat deed iets met mij. Dat vond ik zo bijzonder. En toen ben ik thuis gekomen en toen ben ik maandagochtend meteen naar de dichtstbijzijnde manege heb ik gebeld. Van, goh, ik wil op paardrijles. En dat was of net ervoor of net erna. Toen las ik een stuk in de Happiness, was dat toen. Dat was een heel stuk dat ging over paarden. Over hoe sensitief paarden wel niet zijn. Ja. En hoe sterk die mensen aanvoelen. En dus eigenlijk is daar mijn zoektocht eigenlijk begonnen. Maar wat voelde je dan met dat paard? Een soort verbondenheid? Of ja, ik denk dat het was. Ja? En misschien ook gezien worden. Echt gezien worden. Ja. Want wij stonden elkaar daar zo aan te kijken. Ja, en hoe vaak gebeurt dat nou? Dat je iets of iemand zo aankijkt? En ik voelde inderdaad wat je zegt. Ik voelde die verbinding. En dat vond ik heel mooi. Ik dacht van, hé, daar wil ik meer van weten. En, dus op paardrijles? Op paardrijles, inderdaad. En dat was heel mooi. Maar uiteindelijk zocht ik daar ook op een gegeven moment verdieping in. Mm-hmm. Dus toen ging ik verder zoeken van, hé, wat is daar nog meer in te vinden? Toen heb ik op een gegeven moment ook een lesje ergens anders gedaan. Was Centered Riding heette dat. Dus dat is ook meer in verbinding met het paard. En dus toch weer op zoek naar meer verbinding. Ja. Ik wilde in verbinding. Ik wilde niet alleen op dat paard zitten. Nee, ik wilde verbinding. Eenheid. Ja. 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 Ja, dat vond ik mooi. Dus op die manier... Maar jij bent geen horse whisperer nu geworden, hè? Je hebt met paarden gecommuniceerd. Of hoe moet ik dat zien? Nee, klopt. Nee, het was ook in die tijd op een gegeven moment, nou misschien ook wel door die sensitiviteit van die paarden, dat ik daar meer over ben gaan lezen. Mm-hmm. En dat ik er eigenlijk voor mezelf ook achter kwam, dat ik eigenlijk zelf ook wel heel sensitief ben. En dus daar ben ik toen meer over gaan lezen. Hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid, ja. Inderdaad. En daar vielen eigenlijk al zoveel puzzelstukjes mee op zijn plaats. Dat ik dacht van, oh, wacht even. En want ik kon dat nooit eerder plaatsen. Ik was daar ook nooit bewust van die gevoeligheid. Ja. Hè? Want je bent zoals je bent en je weet niet hoe een ander is. En, dus ja, daardoor, doordat ik daarover ging lezen, daar vielen heel veel puzzelstukjes mee op zijn plaats. En vanuit daar, hè, ben ik ook weer andere stappen gaan maken. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik wil eens... iets met mijn zelfvertrouwen gaan doen. Ik wil wat meer zelfverzekerder worden. Want ik was heel, heel onzeker. En toen ben ik begonnen met een boek te kopen over zelfvertrouwen. Ja. Daar is het mee begonnen eigenlijk ook. En vanuit daar dacht ik van, nee, ik heb daar toch wel hulp bij nodig. Dus toen ben ik bij een hypnotherapeut terechtgekomen. En nou, daar eigenlijk daar in een jaar of zo ben ik daar... onder behandeling geweest bij die man. En daar kwam ik eigenlijk achter van, hé, maar wat ik voel, dat klopt ook. Ik dacht altijd van, hè, dat, ja, het zal wel aan mij liggen, dacht ik altijd. Oh ja, ja. Ja. En daar ben ik eigenlijk, daar heb ik ook geleerd om over mijn gevoelens te praten. Ik praat er nooit over mijn gevoelens, daar ben ik ook niet mee grootgebracht. Nee. Dus daar heb ik eigenlijk geleerd om voor het eerst te praten over dingen die mij bezighouden. En daar vond ik ook al een stukje bevestiging in. Van, hé, maar
wat ik voel, dat is inderdaad niet gek. En het mag er zijn. En, maar wat voelde je dan zoal? Voelde je mensen aan? Voelde je stemmingen aan? Of? Ja. Ja, ik voelde vooral andere mensen aan. Ik voelde eigenlijk alleen maar andere mensen aan. Dus wat ik zelf voelde, dat had ik totaal niet in beeld. Omdat ik zo ingetuned was altijd op de ander, had ik totaal niet... De vraag, wat wil ik? Ik kwam niet hier op. Ik kwam niet meer op. Nee, altijd bezig met de ander. Altijd. Ja. Altijd, zo'n kleinste vaan geweest. Klinkt als heel zorgzaam en lief. Ja, ja. Dat is het ook. En dat is voor anderen kan het heel fijn zijn en soms ook niet. Want als een ander altijd maar voor jou wil zorgen, dan hoeft het ook niet altijd fijn te zijn. Dat klopt, ja. Het betuttelende. Ja. 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 Precies. Dus, nee, maar zelf brengt je dat natuurlijk niet verder. Nee. Als je altijd alleen maar op de ander ingetuned bent. Hoe heb je dat dan kunnen afleren? Of hoe ben je dan leren meer naar je eigen gevoel te gaan luisteren? Nou ja, dat is dan toch inderdaad door... Dat is niet van de een op de andere dag. Nee. En dan ben ik nog steeds, elke dag moet ik me daar ook bewust van zijn. Dat ik heel sterk dicht bij mezelf blijf. Door bepaalde oefeningen te doen, grondingsoefeningen. Om ingetuned te blijven op mezelf. Ja. En nou ja, door heel dat proces, je leest van alles, je hoort van alles. Een opleiding hier en een workshop daar en een cursus zus en zo. En ja, ik ben mezelf steeds meer in beeld gaan krijgen en veel van geleerd. Ja. Heb jij nu het stempel HSP? Of geloof je daar niet in? Ja, nou, ik geloof daar wel in. Ja, het is inderdaad, het is een stempel inderdaad. Maar het heeft mij wel heel veel duidelijk gemaakt. Mm-hmm. En verder laat ik dat label dan ook gewoon weer los. Ja. Hè, het is maar een label. Maar het is wel iets wat wel bij mij hoort. Maar ik merk wel dat ik daar steeds beter mee om leer te gaan. Waar ik vroeger gek werd als ik in een drukke stad liep, werd ik helemaal gek van. En nu, doordat ik nu op mezelf ingetuned ben en op mijn eigen ademhaling en mijn eigen voeten voel, in plaats van die van anderen, kan ik het gewoon handelen. En gaat dat goed. Je ziet het niet als een handicap, hooggevoelig. Nee. Ik heb het heel lang als een handicap ervaren. Ja. Ik heb het altijd als heel lastig ervaren. Ik vond gewoon mensen aan zich vond ik gewoon lastig. Waarom? Omdat ik ze maar gewoon, omdat ik het maar ingewikkeld vond. Het contact met anderen en ik snapte het niet. En ik zag het één, maar ik voelde het ander. Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld, ik zag jou lachen, maar in de onderlaag voelde ik wat anders. Vermoeidheid of boosheid. Precies, ja, frustratie. Ja, ja. En maar waar moet je dan op reageren? Op hetgeen wat je ziet of wat je voelt? Ja. Maar toch hebben kinderen dat volgens mij van nature ook. Hè? Die denken ook, ja, jij doet nou wel alsof je blij bent, maar je bent helemaal niet blij. Ja, en een kind die kijkt je dan zo aan. Ja. En je denkt van, hey. En die gaat dan ook niet lachen, terwijl die niet het gevoel heeft van, ik moet lachen. Ja. Maar wat ik op een gegeven moment wel ben gaan doen, doordat ik me zo aan ben gaan passen aan de buitenwereld. Ja, dan lachte ik maar mee, of dan lachte ik maar terug. Ja. Gewoon compleet weg van mezelf. Ja. En dat is heel vermoeiend. Ja. Want dat slurpt natuurlijk energie. Ja. Toch heb je je hooggevoeligheid nu omgezet naar iets, iets positievers. In de zin van, je bent zelf een coachingpraktijk begonnen. Hè? Ja. Silver lining coaching. Ik moet bij silver lining ook meteen aan paarden denken. Toch? Komt dat daar niet vandaan? Nee, voor mij niet. Nee? Welke associatie heb jij erbij met paarden? Ik doe me denken aan een of andere western film of zo. Silver lining. Oh ja, kan. Maar waar komt dat voor jou vandaan? Voor mij komt het vandaan van de Engelse uitspreuk Every cloud has a silver lining. Oké. Ja. Dus hoe donker een wolk ook kan zijn, uiteindelijk komt die zon daar weer achter en krijg je zo'n mooie zilveren rand om zo'n donkere wolk heen. En jij praat met name in gezinsverband met mensen, toch? Mensen die met een probleem zitten in een gezin. Ik ben er wel een tijdje zoekende in geweest, want de opleiding die ik heb gevolgd, die heet officieel kind- en gezinscoach opleiding. Ja. Maar eigenlijk van begin af aan zat die titel mij niet lekker. En het is maar een titel, maar het voelde niet compleet op de een of andere manier. En ik ben daar een tijdje mee aan het stoeien geweest. Dat ik dacht van, ja, maar wat wil ik dan? Familiecoach? Of hoe wil ik me dan naar buiten brengen? En toen kwam ik wel tot de conclusie, het is
het gezin, bedoel het kind, is natuurlijk niet alleen zichzelf staand. Het is onderdeel van het gezin. Ja. Dus ik ga ook niet, er zijn heel veel kindercoaches die gaan alleen met kind aan de slag. Ja. Dat is ook niet mijn opzet. En daar ben ik zoekende geweest. Goh, wat wil ik? Wil ik me op ouders richten? Wil ik me op de kinderen richten? Allebei? Ja, nee, ik wil gewoon op het gezin. Als geheel. Ja, ja. Daar wil ik me op richten. En niet alleen op het kind. Want het kind die laat gedrag zien. Ja. Maar dat is vaak, daar zit vaak iets onder. Ja. Is het kind per definitie de uitlaatklep van de spanningen die al in een gezin of in een huishouden hangen? Komt het via het kind het eerste naar buiten omdat het nog zo gevoelig is? Ja, dat denk ik wel. Ja. En het krijgt er dan ook nog eens een schuld voor ongewenst gedrag? Ja, of het krijgt medicatie. Ach, ADHD. Ja. Geloof je daarin? In ADHD? Dat het echt een stoornis is of is het gewoon gedrag wat voortkomt uit... Ja, weet je, ik geloof wel dat er mensen zijn die echt ADHD hebben. Ja. Dat er echt wel iets in de hersenen zit wat misschien anders zit als bij het gros van de mensen. Ja. Maar ik denk dat heel veel kinderen wel een label krijgen, terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand is. Ja. En dan worden er maar pillen ingestopt. Ja. Om het kind rustig te krijgen, terwijl er heel iets anders aan de hand is. Ja. Ja, maar hoe reageren ouders erop als ze dat, als jij dat zou zeggen? Ik moet voorstellen dat ze misschien ook wel eens denken, ja, het is goed met je. Nou ja, dat moet ik gaan ondervinden, want ik ben net gestart. En ja. Ik heb al wel met een aantal mensen gewerkt. Maar ik merk wel dat soms wel gevoelig kan liggen, ja. Want eerst dan denken ze inderdaad van, de focus ligt op het kind. Maar dan ineens gaat de focus naar jou als ouder. Oei. Ja. En dat kan wel lastig zijn. En dan komt het wel dichtbij. Ja. Dus dat is wel... En dat is natuurlijk ook een stukje confrontatie. Naar die ouder toe. Ja. En dat heb ik ook wel lang spannend gevonden. Ja. Want je gaat mensen toch iets voorhouden... waar ze eigenlijk in eerste instantie helemaal geen rekening mee hebben gehouden. Ja. Dus dat is ook wel een beetje spannend. Dat is zeker spannend. Het innerlijke kind... ik heb daar vaker wel iets over gehoord in interviews. Hè? Dat in ons volwassenen zit gewoon nog dat kind wat naar aandacht snakt of wat gehoord wil worden. Hoe kunnen we het innerlijke kind het beste omschrijven? Is het een verzameling oude herinneringen en pijn? Of wat is het? Ja, dat. Maar wel, die pijn die kan zo reëel voelen... Die oude pijn kan zo echt voelen in het hier en nu. Dat jij op dat moment... Ben jij eigenlijk dat kind. Dat neemt jou eigenlijk helemaal over. Ja. Die oude pijn en die oude frustratie. Dus het is wel een... iets wat in jou aangeraakt wordt inderdaad. Ja. In het hier en nu. Wat moet je daar dan mee? Je schiet daarin... En dan? Moet je dat voor zijn? Moet je het juist toelaten? Nee, je kunt het niet. Je kunt het niet voor blijven, nee. Nee, want... weet je, er gebeuren gedurende de dag... gebeuren er dingen om je heen. Kan in de supermarkt zijn. Kan in contact met je partner zijn. Met je kinderen. Ja. Een trigger, inderdaad. En dan? Wop, daar ben ik weer. Iemand bij de kassa zegt mij geen goeiemorgen. En dan voel ik, oh, ik word genegeerd hier. Ik krijg niet erkenning. Je wordt niet naar me geluisterd. Er komen dingen op. Ja. Ja. Wat te doen dan op zo'n moment? Nee, voelen. Voelen. Voelen wat er gebeurt in jou. Ja. Niet reageren. Nou ja, als jij... Dat kan. Als jij meteen reageert, maar dan heb je grote kans dat er een hele vervelende reactie terug gaat komen. Ja. He, want het komt vanuit een oude lading, een energie. Kan heel venijnig zijn. Hoe kan, je ja, precies, want er zit heel veel pijn op. Ja. Dus, kijk, in het begin ben je daar niet... Zijn de meeste mensen zich daar niet van bewust. Ook dat het überhaupt zo werkt. Ja. Dat ze geraakt worden en dat het eigenlijk een oud pijnstuk is. Ja. Maar als je op een gegeven moment daar bewust van wordt... Dan is het toch... Voelen inderdaad van, hé, wat gebeurt hier? En eigenlijk als een soort van helikoptertje boven jezelf gaan hangen. En gaan kijken. Hè, zoals sommigen mooi zeggen, vanuit de waarnemer naar jezelf gaan kijken. Van, hé,
Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, helikopterview. Ja. 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 En dan merk ik aan mezelf dat ik mezelf daarin terug kan fluiten. Van, hé, Patrice, daar ga je weer. Ja. Hè, daar is hij weer. En alleen al doordat je er bewust van bent, schiet je niet meer in die, tenminste, niet altijd meer. Dat gebeurt natuurlijk soms nog steeds. Maar ik merk wel dat dat steeds minder wordt. Ja. En dat is wel heel fijn. Want het is het niet voor niks natuurlijk nog, die pijn. Het dient zich niet voor niks aan. Die wil gevoeld worden, denk ik dan. Ja. Hè? Maar we kunnen er inderdaad wel steeds voor wegrennen of dempen. Maar ja. Ja, en dat is natuurlijk wat heel veel gebeurt bij mensen. Dempen? Ja. Door middel van alcohol, afleiding, van eten, alles. Ja. Feesten. Shoppen. Ja, kopen, ja. 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 Ik heb wel eens een andere leraar horen zeggen van, ja, die pijn die je als kind toen hebt gevoeld, het is logisch dat die toen niet helemaal doorvoeld is, want je kon dat op dat moment gewoon nog niet, je systeem kon het nog niet aan. Nee. Dus daarom is het opgeslagen. En het heeft, wordt ook gezegd, komt doordat wij kinderen vaak als ze huilen, zeggen, ah, stop maar met huilen, hier heb je een taartje of een snoepje. Ja. Hup. Ja. Dus. Ja, precies. En ik denk, misschien ook, ik denk dat er in heel veel gezinnen ook bijvoorbeeld verdriet, als dat er niet mag zijn, ja. Dan inderdaad, of dan is het wel van, of gaan we naar je kamer? Hè, of hou je mond? En dan hoopt het zich op, hè? Precies. Ja. Dan hoopt het zich op, inderdaad. Dus wat zou jouw advies zijn voor ouders die dit zitten te kijken of te luisteren? Gewoon een kind, als het verdriet heeft, wees maar verdrietig. Ja. Het hoeft niet weg. Nee. Nee. En er zit wel verschil natuurlijk in huilen en drama maken. Daar zit een verschil in. Ja. En ik denk dat je dat op een gegeven moment als ouder zijnde ook wel aan gaat voelen. Ja. Van, hey, is dit nou echt oprecht verdriet? Of is dit drama maken om maar je zin te krijgen en door te drijven? Ja, ja, ja. Daar zit wel een verschil in. Ja. Hè, mijn kinderen kunnen soms ook drama maken. En dan zeg ik ook van, nee, we gaan niet het drama in. Ja. Je mag best inderdaad verdrietig zijn, dat mag altijd. Ja. Maar drama maken, daar kan ik niks mee. Daar wil ik ook niks mee. Nee. Wat is volgens jou de juiste manier om een kind op te voeden? Vrij? Niet vrij? Heel zelfstandig? Ja, ik denk zoals met alles eigenlijk de gulle middenweg. Ja. Ik denk heel strak dat niet goed is, maar heel vrij. Een kind heeft ook grenzen nodig. Ja. Dat geeft veiligheid. Ja, natuurlijk. Anders gaat het zelf opzoeken. Ja. Ja. Dus het is toch weer... Inderdaad, maar ja, dat is heel erg aftasten. Ja. En het is voor mij ook elke dag weer, is het weer... En weet je wat het ook is? De ene dag kun je ook wat meer hebben als de andere dag. Ja. Hè, de ene dag is de andere dag niet. En laten we het dan eens omdraaien. Waarmee bezorg je je kind heel veel last voor later? Wat zijn echt de dingen waar je op moet letten als ouder? Want je bent inderdaad geneigd om je frustraties op het kind te projecteren. En als je geïrriteerd bent, de eerste die er van langs krijgt, is het kind. Want dat geeft je geen grote mond terug. En is in de buurt. En... Dus wat was jouw vraag? Nou, hoe? Waar je vooral op moet letten als ouder. Zodat je kind niet opzadelt met heel veel pijn en stress voor later. Ja, ik denk dat het heel veel scheelt voor kinderen... Als je enigszins uitlegt, als papa of mama niet lekker in de vel zit, mm-hmm. Je hoeft niet in detail uit te leggen waardoor dat komt, mm-hmm. Want kinderen die kunnen dat ook niet altijd snappen. Maar als je alleen maar zegt van, joh, het ligt niet aan jou. Ja. Mama voelt zich nou, of papa die voelt zich nu niet fijn. Ja. Ja, ik zit ergens mee te worstelen in mezelf, maar het ligt niet aan jou. En dat scheelt voor kinderen al zoveel, want als ik naar mezelf ook kijk, mijn vader zat ook vaak niet lekker in zijn vel. En wat dacht ik als kind? Het zal wel aan mij liggen. Aan mij, ja. Ja. Dus ik zal maar extra lief doen voor papa. Ja. Hè? Want dan wordt papa weer blij en dan wordt papa weer vrolijk. Ja. Kinderen die hebben een ontzettend groot verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk. Die willen niks liever dan dat het papa en mama goed gaat. Ja, het welzijn van de ouders staat hoog in het vaandel. Ja. Ja. Dus het gaat zelfs zo ver dat kinderen die nemen zelfs emoties over van ouders om de ouders maar te ontlasten. Ja. Dus, en dat gaat automatisch, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En ik merk ook, weet je, als ik soms, als het even niet uitkomt om een emotie te doorvoelen en ik stop het weg, ja.
Ja, dan geheid dat ik het bij die meiden terugzie. Ja, dat komt er bij hun. Ja. Wat dat betreft moeten we gewoon goed zorgen voor onze eigen energetische huishouding, zullen we maar zeggen. Ja, dat het niet, want hoe dan ook, komt het ergens naar buiten. Ja. 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 En zoiets als sfeer. Jij zal ook heel sfeergevoelig zijn. Stel, jij komt een ruimte binnen waar het waar net iets gebeurd is. Er is net een ruzie geweest. Ja. Voel jij dat onmiddellijk? Ja. Ja? En hoe reageer je daar nu anders op dan hoe je daar vroeger op reageerde? Vroeger dacht ik standaard dat als ik jou zou kennen en ik kom jou tegen op straat en je had zo'n gezicht. Het eerste wat ik dan dacht... Die moet ik opvrolijken. Nou, nee, verder nog. Wat heb ik gedaan? Oh, waardoor hij nu zo... Ja, je betrok het op jezelf. Ja. Oei. Ja. Ja. Omdat dat vroeger als kind... Ja. Maar werd je dat als kind ook verweten? Of had je het betrokken op jezelf? Omdat je gewoon dacht dat het door jou kwam? Ik, inderdaad, doordat ik zo sfeergevoelig ben... Ja. En als ik dan inderdaad zag of papa of mama zit niet lekker in de vel... Ja, dan betrok ik dat inderdaad op mezelf. En dat heb ik... Ben ik, nou ja, tot voor een paar jaar geleden ben ik dat blijven doen. Ja. Want dat is het, hè? Die patronen die je als kind je eigen maakt. Zolang je daar niet bewust van bent. Die blijven doorspelen. Die blijven doorspelen en dat blijf je doen. Ja. Totdat je daar bewust van wordt van, hé, maar zo werkt het niet. Dus nu als je iemand met een lang gezicht ziet, wat doe je dan? Probeer je hem dan op te vrolijken? Of laat je diegene gewoon, nou dan is hij maar chagrijnig? Ja, dat ligt eraan wie het is. Kijk, als het de buurman is, dan zeg ik vriendelijk goeiedag en dan loop ik weer verder. Maar kijk, is het iemand die dicht bij mij staat, dan kan ik wel vragen van, hey god, kijk, niet opvrolijken. Dat, nee, maar wel dat ik wel geïnteresseerd ben van, hey, is er iets aan de hand of... En soms laat ik het ook. In werksituaties is het vaak ook lastig. Hè? Ik kan me zo herinneren dat ik vroeger wel eens had... dat als een baas... ik kwam een baas tegen op de gang en hij keek een beetje bezorgd naar me. Dan legde ik dat ook uit. Oei, ik zal wel iets fout gedaan hebben. Ja. Die krijgt volgende week een ontslag. Als je niet oplet, maak je hoofd er zo'n verhaal van. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ja. Maar heeft iedereen er ook last van? Of zijn wij dan als HSP'ers daar dan maar gewoon mee opgezadeld? Dan moeten we er maar gewoon mee dealen. Ik denk dat wel de ene persoon daar gevoeliger is als een ander. Ja. En het is ook maar net wat voor mechanismes heb jij je eigen gemaakt als kind? Wat voor egootje heb jij ontwikkeld? Hoe jij daar nu mee omgaat? Ja. Kijk, de ene die legt dat makkelijker neer. Maar de ander die trekt het heel erg naar zich toe. Ja. Dus ja, ik denk niet dat het voor iedereen hetzelfde werkt. Nee. Je hebt je ook verdiept in het Enneagram, Patricia. Ja. Zit ik hier met een 6, met een 3 vleugel of een 10, met een 2? Een 10 zit er niet bij. Oh nee, 9. Ja. wat, met wie praat ik nu? Nou, je praat met Patricia. Ja. Ja. Die wel heel erg gebruik is gaan maken van de 6... kwaliteiten. Ja. Ja. Maar goed, weet je... De gezonde 6, zeggen ze dan. Ja, nou, voorheen heel erg de ongezonde, hoor. Ja? Ja. Heel maar ongezond. Waar staat die alweer voor? 6, loyalist. Heel loyaal, ja. Ja. En dat is een positieve eigenschap. Ja. Loyaal zijn. Maar als het ten koste gaat van jezelf, dan is het niet meer positief. Maar ook leraar, toch? Of? Zat dat bij de 9? Ja, het is mij ook alweer een tijdje terug. Het is wel leuk dat jij ook wel wel het een en ander over weet. Ja, nou, Joannika Ring die heeft het daar heel erg in verdiept. En die kan ook precies voor je zeggen van nou, dit zijn de ongezonde stukken waar je nog mee zit. Dit zijn de gezonde stukken. Het heeft mij ontzettend geholpen, dat hele Enneagram. Ja, heb je een bepaald boek? Wat je... Ja, ik heb een boek. Kleine ego's, grote zielen. Heet dat boek. Dat is geschreven door degene bij wie ik de opleiding ook heb gevolgd. En dat heeft me ontzettend geholpen. Niet alleen inzicht naar mezelf toe, maar ook het inzicht in de mensen om mij heen. Ja. En tijdens een opleiding ook. Dan zit je met een groep van 16, 17 mensen. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe ieder persoon gebruik maakt van een bepaald type. Ja. Dus het is heel, echt heel leerzaam. Ga je het in je coachings ook toepassen, denk je? Of? Ja.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Omdat het heeft mij zoveel inzicht gebracht. Dat ik dat inderdaad wel terug wil laten komen. Ja. 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 Er stond op je Twitterpagina nog iets anders waar je in verdiept had. Ik heb hem nu niet even bij de hand. Maar innerlijk kind, Enneagram. Je bent ook naar Byron Katie toe geweest een tijdje geleden. Mm-hmm. Pas je dat ook toe, die vier vragen die zij steeds hanteert? The work. Ja, vooral voor mezelf pas ik het toe. En inderdaad, wellicht straks inderdaad misschien ook al in mijn werk. Ja. Want inderdaad, je kunt jezelf zo gek maken in je hoofd. En dan stel je inderdaad die ene vraag van, goh, is het waar? Ja, en daarmee kun je jezelf inderdaad wel weer even terugfluiten. Ja. Dus het, ja, ik vind het wel een mooi iets. Is het dat hooggevoelige mensen vaak in hun hoofd vluchten om maar niet te hoeven voelen? Was dat voor jou ook zo, dat je maar in die denkwereld bleef om maar niet... Dan ben je in ieder geval even van al die gevoelens af. Ja. Ja. Ik ben wel echt wel een hoofdtype. Als je dan kijkt naar het Enneagram, ja. Dan heb je de buik, het hart en de hoofdtypes heb je. En waar ik dan het meeste gebruik van maak, die valt inderdaad onder het hoofdtype. En... Ja, ik denk wel dat het zo wel werkt inderdaad. Dat als je op een gegeven moment zoveel voelt, dat je op een gegeven moment in je hoofd gaat zitten. En het was voor mij heel erg de kunst en het eigenlijk heel erg tegenstrijdig, omdat ik ben heel erg gevoelig. Maar ik heb echt moeten leren om te voelen. Maar om te voelen wat is van mij en wat is van jou. Ja. Dat was één grote warboel voor mij. Eén grote soep. Ja. 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 En wat moeten we eigenlijk met gevoelens, Patricia? Jij is ook wel een leraar die heeft gezegd, nou, gedachten en gevoelens zijn allebei zeer onbetrouwbaar. Ja, met gedachten ben ik het wel met hem eens. Maar gevoelens, ja, die komen niet voor niks op, lijkt mij. Mm-hmm. Dus het lijkt mij wel noodzakelijk om dan ook te gaan zitten en ook te gaan voelen van, maar wat voel ik nu eigenlijk? Ja. In plaats van ze inderdaad weg te stoppen. En vooral de negatieve gevoelens. Daar zijn we natuurlijk als eerste voor op de vlucht. Ja. Dat even niet. Ik heb het zelfs met muziek. Als ik tegenwoordig een van een heel deprimerend liedje op de radio hoor. Weg hoor. Zet maar Feel Good Radio aan. Ja. Ja. Ja, maar dat is toch soms ook gewoon oké? Je hoeft toch niet altijd... Nee, maar ik heb sowieso een tactiek ontwikkeld. Oké. Okay. Waarbij ik inderdaad echt wel weet van nou, op dat soort momenten niet die muziek en niet die films. En, oh ja. Ja. Je gaat jezelf zo beperken, hè? Ja, zodra het een tactiek gaat worden, dan moet je inderdaad wel oppassen. Ja. Ja. Je kan je niet altijd goed voelen. En wat is goed? Ja. Ik heb ook respect voor mensen die echt doos tissues op tafel zetten. Die gewoon de bodyguard of een hele zielige film waarin een hond op het laatst doodgaat of zo. Ja. Gaan kijken en dan gewoon... Ja, het kan wel heel erg opluchten. Ja, dat hoor door ik het ook. Gewoon eens lekker eruit te gooien. Ja. Van welk type maak jij gebruik dan? Als ik vraag mag. Oh ja, ook iets met een 6, met een ongezonde 9. Ik moet je zeggen, dit is alweer een tijdje terug hoor. Ik ben wel... Wat ik me wel afvraag, en misschien kun jij me het antwoord geven. Waar heb ik dan inderdaad opgelopen dat het eng is om je verdrietig te voelen? Of eng is om gedeprimeerd te zijn? Is dat omdat ik misschien in het verleden echt een keer heel goed depressief ben geweest, wat ik me niet meer kan herinneren? Of misschien omdat ik bij mijn vader heb gezien hoe gedeprimeerd hij kan zijn? Waar leer je dat aan, dat soort gevoelens niet oké zijn? Nou, mochten die gevoelens er vroeger zijn? Mochten jullie laten zien, die gevoelens? Ja. Ik weet wel, ik kon vaak heel erg boos zijn. En dat heb ik ook wel eens begrepen. Dat boosheid eigenlijk meer gewoon een soort eruptie is van verdriet en angst. En alles wat je voor die tijd niet... Wat je eigenlijk maar weggestopt hebt. Dus ik... Ja. Hou je toch eens in. Dat is wel iets wat ik vroeger vaak hoorde, ja. Weet je wel, als ik naar mezelf kijk... boosheid, dat kon ik juist niet laten zien vroeger. Want dan werd daar best wel heftig op gereageerd. Ja. Dus wat ik ben gaan doen, in plaats van mijn boosheid dan te laten zien... is dan maar verdrietig zijn. Oh. Want dat mag er wel zijn. Ja. Snap je? En zo is het bij heel veel mensen ook andersom. Ja. Als het verdriet er niet mag zijn, of niet kan zijn... En voor een man, voor een jongetje, wordt dan toch van oudsher van jongens huilen niet. Ja. Boys don't cry.
Precies, dus als het verdriet er dan niet mag zijn, dan word ik maar boos. Ja, ja, ja. En dat noem je dan racketgevoelens, noem je dat dan, hè? Racket. Ja, ja. Dus onder die boosheid zit misschien wel het verdriet. Ja, ja. Ja. Maar goed, om dat toe te staan, zul je toch ook, denk ik, ook die boosheid dan toe moeten staan. Ja. Ja, ik kan me wel herinneren uit mijn jeugd, wat ik net al zei, dat ik vaak te horen kreeg, hou je toch eens in. Ja, en dat inhouden, dat is natuurlijk letterlijk niet toelaten wat er zich aandient, hè? Ja. Ja. Ik denk dat heel veel, zou het niet zo zijn dat heel veel mannen daarmee nog stoeien? Ja. Ja. En natuurlijk, onze ouders, die bij hun helemaal. Daar mochten de tranen er helemaal niet zijn. Ja. Er gebeurt iets. Dan is iemand boos. Dat is iemand boos, ja. Die is op de buren kloppen. Ik lees op je Twitterpagina ook iets over EFT. Waar staat dat precies voor, Tricia? Dat is eigenlijk een methode die je in kunt zetten bij het opheffen van opgeslagen emoties. Mm-hmm. Dus emoties die je vroeger als kind zijnde hebt ervaren, die worden opgeslagen in je lichaam. En met die techniek kun jij die emotie opheffen. Ja. En dat is, heel, heel fijn en werkt heel mooi. Je moet ineens denken aan vroeger. Hè? Jaar of 60, 70 geleden bestonden deze technieken misschien nog niet allemaal. Onze ouders hebben daar dus geen gebruik van kunnen maken. In hoeverre is het voor ons een voordeel dat we dat nu hebben? Of is er ook een risico aan dat je, want ik kan me zo voorstellen, mijn ouders zeggen bijvoorbeeld tegen mij, het verleden is het verleden, moet je laten rusten. Niet meer mee bezighouden. Nu is dat wel heel erg de andere kant op, maar zijn we ook niet te veel aan het graven in onszelf? Halen we niet dingen naar boven die misschien eigenlijk beter het daglicht niet meer moeten zien? Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf praten daarin. Het heeft mij zelf zoveel lichter gemaakt. Ja. Dat ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik ben er heel blij mee. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar mijn vader kijk, in februari is die overleden. Die zat nog zo met zijn oude stukken in de knoei, onbewust. Dat wist hij zelf niet. Maar ik heb wel gezien wat dat met hem deed. Ja. Eigenlijk nog steeds leven in het verleden eigenlijk. Ja. Doordat je bepaalde stukken niet los kan laten, blijf je eigenlijk in het verleden zitten. En hij leidde daar dus ook in onder. Ja. 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 En dan denk ik van dan ben ik heel dankbaar dat wij nu inderdaad die methodes en die technieken nu wel hebben. Ja. Zodat ik daar voor mezelf inderdaad nu mee aan de slag kan. Zodat ik dat ik daar in ieder geval mijn kinderen niet mee hoef te belasten. Ja. Of in ieder geval zo min mogelijk. Ja. Ja. Want ja. Je kunt onmogelijk alles voorblijven. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij dat ik bepaalde stukken op heb geruimd in mezelf. Ja. Geloof jij in dat zelfs fysieke ziekte het gevolg kan zijn van niet opruimen van binnen? Dat het zich dan gewoon gaat vormen tot een gezwel of tot een ziekte of immuunziekte? Of... Ik denk wel dat het zo ver kan gaan. Ja. Dat het zo je energie zo kan stagneren. Dat inderdaad dat het lichaam op een gegeven moment niet anders kan dan ziek worden. Ja. Nou, je kent het voorbeeld van kinderen of baby's die steenpuisten krijgen en eczeem. Door de spanning die in een omgeving heerst. Hè? Ja. Dus dat zegt ook wel iets. Ja. Ja. Ik heb ook hier het boek van Christiane Beerland. Heb ik dan ook in de kast staan. Ja, en ik vind het elke keer weer zo typerend. Dat als ik ergens last van heb en denk van goh, toch eens even dat boek weer erbij pakken. Ja, het is toch elke keer weer de spijker op z'n kop. Ja. En het is ook wel, je moet daar ook wel voor openstaan, denk ik. Om daar op die manier naar te kijken. Ja. Ik denk dat je er ook klaar voor moet zijn. Op de een of andere manier. Ik heb ook wel eens. Mijn man heb ik ook wel eens een paar jaar of een tijdje terug. Dat boek in handen gegeven. Van joh, lees dit is. Want alles staat erin. Hè? Van winden tot en met eczeem. Alles. Alles. Wespensteken. Ja, ja. Alles. Dus ja. Het gaat best wel ver. Hele dikke pil.
Ja. En als je dan leest, en dat was in zijn geval ook, van over boosheid, hele heftige boosheid, wat dan in je systeem zou zitten, dat hij toen ook zei, hoezo boos? Ik ben normaal niet boos. Ja. Maar dan een hele tijd later, hè, dat je dan eigenlijk achterkomt van, oh, ja. Maar er zat inderdaad wel degelijk boosheid. Ja. Dus dat verhaal, dat kan misschien toch wel kloppen. Ja. Alleen je bent, omdat je hebt natuurlijk zoveel ook zo diep weggestopt in jezelf, dat je niet altijd bewust bent van bepaalde emoties die ook in jouw systeem nog huizen. En wat het origineel is, hè? Want soms inderdaad heeft het zich vertaald naar iets wat, en als je teruggaat, was het iets heel anders. Er is inmiddels zoveel lagen bovenop gekomen om het maar niet te hoeven voelen of niet te hoeven zijn. Hoe reageert de rest van je omgeving op jouw pad, zullen we maar even zeggen? Is iedereen even enthousiast? Vriendinnen, familie? Ja, ik krijg daar wel hele mooie reacties op, ja. Zien ze je veranderen? Ja, dat denk ik wel. En zeggen ze niet van, oh god, we willen eigenlijk liever de oude Patricia terug, want die was zo lief voor iedereen en die had altijd een luisterend oor. Of is, ben je... Ja, maar ik ben nog steeds lief. Ja. Ik heb nog steeds een luisterend oor. Okay. Dus wat dat betreft... alleen weet ik daar wel beter mijn grenzen in aan te geven en aan te voelen. Ja. Maar voor de rest, ik ben wel degelijk veranderd. Maar goed, weet je, dat is natuurlijk heel geleidelijk aangegaan. Kijk, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een Eckhart Tolle of naar een Byron Katie, die ineens dan blijkbaar van de een op het andere moment, ja, dat is heftig, lijkt mij, voor de omgeving. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is bij mij niet aan de orde geweest. Dat is echt stap voor stap. Daar zijn jaren overheen gegaan. Ja. En er zijn geen mensen weggevallen nu die zeggen, nou die Patricia, die is gaan zweven. Nou ja, er zullen heus wel mensen zijn die dat misschien wel denken, ja. Wat ze zeggen. Daar heeft iemand wel eens tegen mij gezegd van, je wordt er niet zweverig of zo, weet je wel, dat. Ja, ja. Maar goed, weet je wat het is? Ja, wat voor een ander zweverig is, dat kan voor mij heel erg down to earth zijn. Zo is het. Dus ja. Ja. En ik ben daar wel eens bang voor geweest, inderdaad. Ja. Voor het oordeel van de anderen. Van, goh, wat zullen mensen wel niet denken? Ja. Hè, ook posts die ik post op Facebook, bijvoorbeeld. Weet je wel. Van, wat zullen anderen... Ik heb daar een tijdje heel erg mee geworsteld. Ja. Van, wat zullen anderen wel niet denken? Ja. Maar daar ben ik ook een keer ook op Facebook ook heel open over geweest. Dat ik daar juist mee worstel. Oh, ja. En daar kreeg ik toen hele leuke reacties op. En van, oh ja, herkenbaar. Ja. Heel herkenbaar. Ja. Voor veel mensen. Ja. Nou, dat is wel netjes. Ja. Waar kunnen mensen jou voor benaderen? Ben je al helemaal, is je praktijk al helemaal, open en werkende? En kunnen mensen je benaderen om een sessie te komen doen, dat jij naar hun toe komt? Hoe gaat het nu? Ik ben bezig en dat is bijna, heb ik dat helemaal afgerond met het ontwikkelen van een traject. Wat ik mensen, gezinnen aan wil bieden, die dus inderdaad tegen bepaalde dingen aanlopen. Met elkaar. En ik dacht eerst met losse sessies te willen gaan werken. Maar weet je, ik kan iemand niet in 1 of 2 sessies... kan ik iemand niet helpen zoals ik dat zou willen. Dus ik heb een traject heb ik van een aantal sessies. En een workshop ben ik nu mee bezig om die te ontwikkelen. Een workshop communiceren die ik daarbij wil stoppen. Mm-hmm. En daar ben ik nu een beetje in de afrondende fase mee bezig. Dus daar wil ik inderdaad snel... vol goede moed mee gaan beginnen en heel veel plezier. Ja. En is het zo dat jij dit werk mede gaat doen omdat er nog stukken zijn in jezelf die je omhoog wil halen? Dat hoor je namelijk wel eens van therapeuten. Dat is op de eerste plaats dat een psychiater of een psycholoog op de eerste plaats ook zichzelf aan het helen is. Ja. Ja, dat ongetwijfeld ga ik dingen tegenkomen die weer iets met mij doen. Mm-hmm. Want in het begin toen ik net startende was... Waar ik heel erg last van had, bijvoorbeeld als ik iemand dan een mail had gedaan en ik kreeg niet, naar mijn zin, snel genoeg reactie terug. Oh ja, ja. Weet je, dat is ook, dat is iets van mij, die bevestiging graag willen hebben. Dus je komt altijd weer stukken van jezelf tegen waar ik dan weer iets mee mag. Ja. En alleen mijn valkuil was, is dat ik de neiging had om maar niet te starten, omdat ik vond dat ik nog niet helemaal klaar was. Met mezelf. Ja. Maar goed, weet je, ja, dan kan ik nooit gaan beginnen. Want wanneer ben je helemaal klaar met jezelf? Nee, dat weet je niet. Nee. Maar ik heb nu wel het idee van, hey, ik denk dat ik nu wel bepaalde stappen heb gemaakt, waardoor ik anderen daar wellicht ook bij kan gaan helpen. Ja. Maar goed, ik blijf daarin groeien. Ja. Ja. Wel fijn.
En wat zou je willen zeggen, Patricia, tegen mensen die nu zitten te kijken of die aan het luisteren zijn en die hun ouders nog heel veel verwijten? Ja, kijk, mijn allereerste vriendinnetje, een Vlaams meisje, die spreekt nog wel eens. En die zijn nu al vlak voor kerst. Ja, en ik ga er niet naartoe dit jaar, want ik wil die man niet meer zien. En die heeft mijn hele jeugd verpest. En door hem ben ik nu zo onzeker. Ja. Heel verdrietig. Want daar heeft iedereen last van, daar kun je met de kerstdagen. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen zo iemand die haar vader nog zoveel verwijt? Ja, het raakt me ook, wat je zegt. Ja. Ik heb voornamelijk wel mijn vader, heb ik ook zoveel verwijten gemaakt in het verleden. En inderdaad, doordat hij dit deed, of doordat hij dat zei, of hè, daardoor heb ik nu last van dit of dat. Ik ook hoor, ja. Maar, weet je, hij heeft ook niet gekozen voor de dingen die hij heeft meegemaakt. Ja. En dat heeft hem ook gevormd. Ja. Op een bepaalde manier. En ik denk, als hij anders had gekunnen, dan had hij het gedaan. Ja, alleen hij kon het niet. Nee. Hij kon het niet. En doordat ik zelf inzicht heb gekregen in hoe het werkt, hoe het ego werkt en al die mechanismes die daaromheen hangen, daar ben ik wel veel milder door geworden. Ja. En heb ik veel meer begrip gekregen, ook voor zijn situatie. Compassie. Compassie inderdaad, ook voor zijn stukken inderdaad. En bedoel, onze ouders, die hebben ouders die de oorlog mee hebben gemaakt. Ja, dat werkt ook nog steeds. Moet je nagaan hoe dichtbij dat nog ligt. Ja. En als jouw ouders de oorlog mee hebben gemaakt, moet je nagaan wat voor effect dat heeft. Ja. Dus weet je, mijn vader die had ook graag de erkenning en de waardering en het begrip en het respect willen krijgen van zijn ouders. Ja. En heeft hij ook niet gekregen zoals hij graag had gewild. Ja, het heeft hem ook gevormd. Ja. Precies. En hetgeen wat jij zelf niet krijgt, is heel moeilijk om dat door te geven naar je eigen kinderen. Ja. Ja, het heeft voor mij ook heel veel verwijten weggehaald. Inderdaad. Gewoon je eens verdiepen in hoe is je vader opgegroeid, hoe is je moeder opgegroeid. En dan kom je al gauw bij de oorlog uit en wat daar allemaal aan de hand was toen. Ik heb, een psycholoog heeft ooit wel eens tegen mij gezegd, in een gezin is er nooit een dader, zijn er eigenlijk alleen maar slachtoffers. Zie je dat ook zo? Ja. Dat zelfs de alcoholistische moeder of de depressieve vader, ja, depressief maar alcoholistisch, denken we nog van ja, maar hij koos ervoor om zoveel te drinken. Nee, hij was net zo goed slachtoffer van die ziekte genaamd alcoholisme of die omstandigheden. Het was een manier om met die pijn om te gaan. Ja. Inderdaad, wij hebben nu zoveel voorhanden inderdaad aan het is nu geen taboe meer om naar een coach te stappen of naar een psycholoog. Ja, we hebben YouTube voor dit soort filmpjes. Ja, precies. Ja. Maar toen der tijd, hè, als je naar een psycholoog, naar een psychiater ging, dan was je toch echt wel goed gek. Ja, dan sprak de straat schande over. Precies. En je liet het woord net al even vallen, Patricia, ego. Dat is iets waar je gauw mee in aanraking komt als je in spiritualiteit duikt. Hè? Wat is het ego volgens jou? Of wat is het voor jou? Wat het voor mij is, zijn de mechanismes die ik als kind zijnde ontwikkeld heb om me maar te beschermen tegen de buitenwereld. Dat is voor mij mijn ego en mijn gedachten in mijn hoofd. Dat bij elkaar, de beschermingsmechanismes, dat is voor mij het ego. Dus hoe ik me staande ben gaan houden in de wereld. En dus dat is iets veranderlijks? Of leef je dan nog steeds vanuit je kind-ego of zo? Op sommige momenten. Ja. 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 Ja, als kind ging ik bijvoorbeeld altijd naar mijn kamer als het me te veel werd beneden. En ik merk dat ik dat mechanisme nog steeds wel heb. Dat ik soms gewoon weg kan vluchten en een uur op het toilet kan gaan zitten of zo. Ja, maar ik denk dat dat bij iedereen zo werkt. Ja. Dat je toch weer vervalt inderdaad in je oude patronen. Ja. En het is wel mooi als je daar op een gegeven moment bewust van wordt. Dat je jezelf inderdaad daarin ook weer terug kan fluiten. Van ja, maar hey, maar dit is niet meer de manier om hiermee om te gaan. Want hier bereik ik niks mee. Hier schiet ik niks mee op. Ja. Hè, door inderdaad maar weg te kruipen. En jezelf af te zonderen bijvoorbeeld.
En wordt het ene ego dan ingewisseld voor een ander ego? Of kan je helemaal egoloos leven? Bestaat dat ook zonder mechanisme? Gewoon zijn met wat is? Ja, dat is inderdaad wel een groot risico, hè? Dat je het ene ego inruilt voor een ander ego. Ja. En dan vraag ik me soms ook wel eens af. Van ja, maar inderdaad, van hoe ik dan nu in het leven sta, is dat dan een nieuw ego? Of is het inderdaad echt dat ik dat stukje los heb gelaten? Mm-hmm. Ik vind dat best wel moeilijk om te bepalen voor mezelf. Ja. Ja, vind ik. Maar, goed, als ik dan inderdaad nu kijk ten opzichte van hoe ik voorheen mezelf door het leven bewoog en nu, dan denk ik van nou, het was nu een stuk prettiger. Ja. En dit gesprek komt ook op nondualisme.nl. Je hebt wat filmpjes gezien daarvan natuurlijk ook. Wat er vanuit nondualiteit gezegd wordt. Kan je daar wat mee? Dat eigenlijk het ego ons inderdaad alleen maar in de weg zit. En dat het een soort verzinsel, een verhaaltje is wat we onszelf vertellen. Dat we eigenlijk van nature gewoon openheid zijn. Dat we niet eens de definitie dit lichaam hoeven te... Dat we ons niet eens hoeven te beperken tot dit fysieke lichaam. Dat het maar een onderdeel is van alles wat we zijn. Maar ik denk toch... wil je tot dat punt kunnen komen, denk ik toch, als ik voor mezelf spreek, is het voor mij wel heel waardevol geweest dat ik wel weet hoe het in elkaar steekt. Ja. Dat ego, inderdaad. En inderdaad, ik ben dat ego inderdaad niet. Hè? Ik ben inderdaad bewustzijn met een lichaam, met al die ego-patronen eromheen. Ja. Maar ik vind het soms ver gaan wel wat er gezegd wordt. Ja? Van bijvoorbeeld uitspraken als... Hè, wij bestaan niet. Dat wordt ook wel eens gezegd, toch? Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Nee. Dat is een brug te ver. Dat vind ik lastig. Ja. En tuurlijk, het ego inderdaad. Het denkbeeld wat we van onszelf hebben. Mm-hmm. Dat snap ik. Dat niet bestaat. Ja. Dat dat een illusie is. Ja. He, zoals ik al die jaren mezelf door het leven heen bewoog. Ik kan zien dat dat was een illusie. Mm-hmm. Maar goed, ik zelf en mijn lichaam, ja, die... Het voelt toch als echt. Ja. Voelt toch wel als echt. Ja. Nou, het is een mooi onderscheid wat je maakt. Ja, want veel mensen denken toch dat ze hun ego zijn. Hè? Je bent wat je doet, je bent wat je bezit, je bent wat je eet, je bent wat je draagt. Ja. Ja. Het is al fijn als je die ballast... laten vallen. De identificatie van. Ja. Dat is wel grappig, want toen ik ook met het Enneagram aan de gang ging, toen was het op een gegeven moment ook dat ik op een gegeven moment dacht en zei, ja, maar ik ben die 6. Ja. En dat was ook bij die opleiding was dat ook zo. Werd er ook gezegd, hè, van ik ben die 8, ik ben die 6. Ja. Toen had ik op een gegeven moment een nieuwe aarde van Eckhart Tolle las en over de identificaties van het ego. Ik dacht, verrek. Het gaat dus inderdaad dan ook zo ver dat je dus inderdaad ook weer identificeert met zo'n enneagramtype. Ja, ja. Dan heb je het over het ego en toch identificeer je daar dan weer mee. Ja. Toch maar weer iets om aan vast te houden. Ja. 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 Werd op een gegeven moment er ook was wel leuk. Had je van die panelavonden had je dan. En dan kwamen er mensen van een bepaald egotype. Die mochten daar dan gaan zitten als panel. En dan de rest van de cursisten en mensen die interesse hadden, die kwamen dan... En dan werd zo'n egotype werd helemaal belicht. En dat is op zich hartstikke leuk. Maar dan werd er aan het einde van zo'n avond werd dan gevraagd door de trainer. Van wat maakt het nou zo leuk om een type 6 te zijn? Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, maar ik ben niet die 6. Ik ben gebruik gaan maken van die 6 mechanismes en die patronen. Ja. Maar ik ben dat niet. Ja. Maar dan zitten toch sommige mensen, zaten me toch aan te kijken van, hè? Ja, maar jij bent toch die type 6? Ja, nee. Ja. Nee. Nou, dat is wel mooi dat je dat onderscheid voor jezelf kunt maken. Ja. Ja. Tot slot van dit gesprek, kun jij nog wat leraren opnoemen je bent naar Brian Kelly toe geweest. Waar ben je nog meer, tussen aanstekers, fan van? Wat zeg je van, nou, daar heb ik een hoge pet van op. Eckhart heb je dus gelezen. Ja.
die ik ook echt gewoon heel grappig vind en heel leuk vind, is Jan Geurts. Hmm. Waar je ook mee in gesprek bent geweest. Vond ik ook een van, van de leukste gesprekken die ik heb gehoord. En ik vind hem ook mooi beide aspecten ook belichten. Hè? Van inderdaad, hij zegt ook van ja, je kan wel zeggen inderdaad van het is allemaal illusie. Maar als je dat inderdaad, wat hij ook zei, je kan het tegen een voorbijganger op straat zeggen. Want het is allemaal illusie wat jij voelt en wat je denkt. Ja. Dan kijkt iemand je toch even inderdaad even vreemd aan. Van ja, hoezo illusie? Ja. En hij belicht die beide aspecten, belicht hij inderdaad heel mooi, vind ik. En die ik ook heel inspirerend vind, is Vera Helleman. Diederik Wolfszak vond ik ook heel mooi. Ik weet niet of je daar ook wel eens mee in gesprek bent geweest. Heb ik contact mee gehad? Ja, die is niet zo vaak meer in Nederland. Hij woont op Costa Rica. Ja, klopt. Cursus in Wonderen. Ja. Ja. Kan je daar nog wat mee? Heb je dat boek in huis? Nou, dat is heel leuk, want ik ben niet vaak opgelicht. Maar bij het kopen van het boek van Cursus in Wonderen ben ik opgelicht. Op Marktplaats. Op Marktplaats. Ja. Want ik dacht het boek te hebben, hè? Ja. Te kopen, maar stond ook zo goed als nieuw stond er ook bij. En toen kreeg ik uiteindelijk een schijfje opgestuurd. Nee. Ja. Met de PDF toch? Ja. Ja. En daar heb je de volle map voor betaald. Ja. Ja. Nou. Dus denk ik van jemig, weet je wel, dan wil je graag dat boek hebben en dan lichten ze je op. Dat is wel eigenlijk wel heel grappig. Ja, dat is wel een mooi kunstje van het universum. Ja. Ja. Maar ik heb daar een aantal dingen van gelezen. Ja, ik vind dat wel heel mooi. Ja. Ja. Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek, Patricia? Wil je nog wat famous last words voor mensen die hooggevoelig zijn, net als jij en ik? Zie je het niet als iets negatiefs, denk ik dan? Hè? Nee. Ik heb het heel lang als iets negatiefs gezien. Maar ik begin het nu steeds meer als een, toch als een tool te zien eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En Het is wel een zoektocht daarin. Maar uiteindelijk heb ik er ook heel veel aan. Ja. En ik bedenk me ineens, tot slot, denk jij ook dat het veel met leeftijd te maken heeft? Als ik het een beetje zo inschat, ben jij ook rond je 35ste een beetje zo'n verschuiving begonnen. Er zijn leraren die beweren dat iedere 7 jaar, 7, 14, 21, 28, 35, 42, dat de momenten zijn in je leven waarop het masker wat je voor jezelf bedacht had, niet meer voldoet. En je dus jezelf opnieuw moet gaan uitvinden. Ja. Ja, voor heel veel mensen denk ik dat het zo werkt, maar ook voor heel veel mensen ook niet. Als ik in mijn omgeving kijk. Die geven er niet aan toe. Nee, maar ook of zich niet bewust zijn van dat ze ergens last van hebben. Ja. En ik denk, misschien is dat inderdaad wel juist door die gevoeligheid, dat je daar eerder, toch eerder tegen bepaalde dingen aanloopt, eerder last krijgt van bepaalde dingen. Ja. En dan eerder die stap maakt van, hé, ik wil daar iets mee gaan doen. Ja. Maar als jij ogenschijnlijk nergens last van hebt. Ja, waarom zou je dan? Ja. Precies. Ja. En dat is dan denk ik ergens het voordeel van het egotype waar ik gebruik van maak, volgens de Enneagram. Ja. He, dat is een type die ook heel snel last heeft van angsten. Ja. En als je snel last hebt van angsten, daar wil je wel graag vanaf. Ja, dan is de urgentie er, hè? Ja, ja. Maar als jij als een Enneagram type, bijvoorbeeld type leider, tot je eigen hebt gemaakt, en je vindt het wel prima. Ja, wat zou je dan verder gaan kijken, ja. Precies. Ja. Ja. Ja, dus daarin zit denk ik ook wel verschil. Ja. Geen universele regel voor alles en iedereen. Nee. Het is voor iedereen anders. Ja. Maar dat is misschien maar goed ook. Toch? Kijk, voor mij is het bijvoorbeeld minder moeilijk om mijn kwetsbaarheid te laten zien als bijvoorbeeld voor mijn man. Met zijn ego. Type. Ja. En zo heeft iedereen denk ik weer zijn uitdagingen. Ja. Ik bedoel, voor mijn man, die is voor hem is het weer niet moeilijk om zijn boosheid te laten zien bijvoorbeeld. Dat is iets voor mij wat ik mag leren om echt mijn boosheid te laten zien. Dus ja, weet je, uiteindelijk denk ik dat we allemaal zo onze eigen rugzakje en onze eigen uitdagingen hebben. Ja. En Even voor mensen die met je in contact willen komen, even googlen op Silverline Coaching. info@silverlining-coaching.jimdo.com. Oké. Okay. Een hele mond vol. En op Facebook? Ja, ook Silverline Coaching. Misschien het makkelijkst, toch? Ja.
Oké, dankjewel voor dit leuke gesprek. Graag gedaan, jij ook, dankjewel.